Ja, dat is onverklaarbaar. Maar dit trekt mij wel. Lekker ontbijtje gehad? Ja, fantastisch. Geweldig. Wat goed voor ons gezorgd hier, hè? De Trinitatiskapel in Dordrecht is elke woensdagochtend veranderd in een stadsklooster. Een beetje stadsherberg ook. Ja, deze kerk heeft iets van een herberg erbij. Vandaar het ontbijt. Maar het kloosteridee is natuurlijk dat je samen de dag begint in stilte, rustig. Even terugtreden, maar de deur staat open. Mensen kunnen binnenlopen, weglopen, komen voor hun werk. Nou, ik vind het mooi om zo midden in de week, 's ochtends in de kerk te zijn. Stilte moment, bezinning. En daarnaast ook gezellig ontbijt. Ja, woensdag is midden in de week. En wij hebben zoiets van, nou, dat breekt de week. En je hoopt dat mensen, als ze hier zijn, even een stapje terug doen, bijna letterlijk. Even op adem komen. En daarna er weer tegenaan. Ja, precies. Dat je inspiratie opdoet. En dat je een beetje vriendelijk wordt tegen elkaar, de dag begroet. Zo van, hier zijn we, ik heb er zin in. Iets van met een duur woord de eeuwigheid in je daalt en dat je dat weer deelt. Ja, dat is het idee. Nou, ik zit eigenlijk net te vertellen dat ik hier ook een klein beetje voor mijn dochter ben. Omdat zij gisteren net voor 8 maanden op wereldreis is gegaan en ik dacht... Een extra gebed en een extra gedachte in een kerkje kan vast geen kwaad. En ook een beetje nieuwsgierigheid. Het is allemaal net begonnen met het stadsklooster en ik was wel benieuwd hoe het eraan toe zou gaan. Het is ecumenisch van opzet en iedereen is welkom. De mensen die komen, komen uit allerlei achtergronden, heel kerkelijk tot bijna niet. Ja, dat is het leuke. De atheïst die stiekem een gratis ontbijtje wil meekomen pikken? Van harte welkom, natuurlijk. Ja. Je moet wel meebidden. Nou, als hij alleen zo'n ontbijtje pakt, daar doen we ook niet al te beroerd over, hoor.